President Chandrika Prasad Santokhi vertrekt morgen naar het buitenland. Hij zal in New York, de Verenigde Staten van Amerika, vertoeven voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties, die duurt van 18 tot en met 22 september. In een interview vandaag gaf het staatshoofd aan dat hij eerst een conferentie zal bijwonen in Cuba. De eerste vergadering van de G77 groeplanden met China. Daar is uiteraard een aparte groep. En het thema is namelijk de moderne technologie die aangewend moet worden voor de ontwikkeling van de samenleving, voor de climate change, voor de food security, voor de energy security. En dat de digitale wereld in feite de oplossing moet zijn om ons planeet te beschermen. En uiteraard zijn ook wat bilaterale afspraken met de president. En daarna reis ik direct van Cuba naar Verenigde Naties in New York. En uiteraard is er daar ook een thema. En de toon zal duidelijk zijn. Wij zijn een klein land. 3 jaar overgenomen. We hebben de crisis weten te beheersen op macro-economisch niveau. We hebben de crisis weten te beheersen met betrekking tot schuldenvraagstuk. We hebben de crisis weten te beheersen als het gaat om COVID. We zitten nu met importinflatie als gevolg van de oorlog van Oekraïne en de klimaatcrisis. Maar hier zijn we als land dat gezorgd heeft met onze samenleving, met name onze inheemse en Maronbroeders, dat we een carbon-negatief land zijn. De president haalde verder aan dat Suriname een lage ontbossingsgraad heeft en 93% aan bos heeft. Suriname verschaft zuurstof, dus het is nu tijd dat de wereld ons gaat compenseren. En de compensatie komt. Als het lukt, nog dit jaar, maar zeker komend jaar. En daarvoor zijn de calculaties al gemaakt voor onze carbon credits. Die we gaan verhandelen, maar dat we ook geld gaan vragen aan de wereld om ons te compenseren. Tegelijkertijd maken we die transitie naar nieuwe soorten van energie. Zonne-energieprojecten. Staatsolie gaat ook investeren in de zonne-energie. Maar tegelijkertijd zorgen voor die green energy. Die voedselsecurity. Wij als land, agrarisch land. Geweldig land, maar kom investeren. Laten we hier voedsel produceren voor de rest van de wereld. Maar nogmaals, het volk heeft zware offers gebracht. De wereld, dit geef voor jullie. Carbon credits, zuurstof, dit geef voor jullie. Food security, we geven nu energy security met oil. Wat geeft u ons terug? En dat moet terugkomen in de boezem van het volk. En ons volk moet nu welvaart krijgen. Dat zal de boodschap zijn. Time for action. Het staatshoofd zal de 78ste algemene vergadering van de Verenigde Naties toespreken.